zaken nu weer de normale kant op. Wetgevers moeten samenwerken om wetten en beleidsmaatregelen te bevorderen die de ontwikkeling van het Kabalebo-gebied ondersteunen. Dat is het uitgangspunt van de DNA-leden van de VHP, Cheryl Dijkstil en Cedric van Samson, over de verdere ontwikkeling van het Kabalebo-gebied. Het Kabalebo-gebied heeft in het verleden weinig economische activiteiten gekend. Dijkstil is van mening dat het de plicht is van de wetgever om te zorgen dat er een wettelijke grondslag is voor de ontwikkeling van geheel Suriname. Hierin zullen de volksvertegenwoordigers een belangrijke rol spelen om het geheel transparant te laten verlopen. Wij mogen zelf ook initiatieven nemen om een wettelijke basis te creëren voor het beleid dat de regering zou moeten uitvoeren. Dus wij spelen een ontzettend cruciale taak hierin. En vooral bij de basis zijn we belangrijk. Omdat je voor alles dat je wil doen, toch, als regering, voor bijna alles heb je wetgeving nodig. Er is lagere regelgeving waarmee beleid gemaakt wordt. Want we horen vaak zeggen wetgeving, regelgeving. Wetgeving is waarmee de Nationale Assemblee zich bezighoudt. Regelgeving is van lagere orde en dat wordt meestal door de regering gemaakt. We praten over een resolutie, we praten over een staatsbesluit, een beschikking enzovoorts enzovoorts. Dus het begint met wetgeving en dat is de taak van de Nationale Assemblee, los van het controleren van die regering. Van Samson voegt als belangrijk aspect in dit alles toe dat de bevolking bij het maken van wetgeving moet worden betrokken. Bij de uitvoering van de projecten in het gebied zal gelet moeten worden dat het uiteindelijke doel duurzame ontwikkeling wordt bereikt. Dus willen wij als volksvertegenwoordigers die mensen beter in staat stellen om uit hun omgeving zelfs meer te halen, dan moeten we ervoor zorgen dat bij wetgeving zij worden meegenomen. Wat is hun visie? Wat is hun productie? Wat is hun cultuur om te handelen in wat in hun omgeving zelfs is? En als je dat incorporeert in die wet, dan heb je een goede basis gecreëerd voor de mensen om daar mee te kunnen liften. Verwijzend naar het meerjaren ontwikkelingsplan van de regering, zal de uitvoering van de geschreven projecten in het gebied ook bijdragen aan duurzame ontwikkeling van het Kabalebo-gebied.